dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en we zijn nog steeds op het prachtige eiland Curaçao. Maar vandaag is de laatste dag. Dat is ook de reden waarom we hier alle bagage al bij elkaar hebben verzameld. We zouden eigenlijk vanochtend vroeg naar een prachtig plekje gaan, naar een berg, waar je het uitzicht zou hebben over het hele eiland. Maar we kwamen er gewoon achter dat we allemaal wel redelijk moe waren. En dat we zoiets hadden, laten we gewoon even relaxen de laatste dag. Laten we uitslapen. Laten we genieten van het weer, zolang het nog kan. En alleen maar reden om weer een keertje terug te komen naar dit prachtige eiland. Dus dat is wat we samen hebben besloten. Dus laten we er nu dan maar vandoor gaan. We doen deze dicht. We halen later eventjes de... Nee, niet dicht doen, niet dicht. Oei. Ik heb mijn laptop hier aan de lader. Als we deze series dicht hadden gedaan en het rolluik kwam er overheen, dan was het niet goed afgelopen. Maar goed, we moeten toch langzaam... dat is even een ritueeltje. Sorry maatje. We moeten toch langzaam realiseren dat we steeds minder tijd hebben hier. En dus uiteindelijk weer in het prachtige Nederland zijn. Ja, Nederland is ook wel mooi. Niet zo tropisch als hier op Curaçao, maar Nederland is ook wel mooi. Ik vind het nog steeds gek om te bedenken dat het hele jaar door het op Curaçao zo ongelooflijk mooi weer is. Wat? Dat is echt ziek. Dames en heren, de laatste dag. Yes. Ik weet dat we allemaal daardoor een beetje droevig zijn, maar het is wat het is. Proost. Proost. Asseba. Mooi Curaçao. Ja, ik snap wel dat je hier even een foto van maakt. Dat is mooi, hè? Ja, Mario heeft wel echt iets heel moois. Ik ga het even laten zien. Ja, het is wel echt super sick. Echt nice. En lekker. Heel fijn. Het is ondertussen al het middageten, omdat we dus lekker hebben uitgeslapen. En ja, ik denk dat we straks nog wel even, althans dan spreek ik voor mezelf, ik denk dat ik straks nog wel even een lekker afscheidsbommetje doen bij het zwembad. Het is jammer als je die vlogcamera oppakt en je bent net te laat. Bro, nog eentje. Nog eentje? Ja, ik wil ook een foto van jou maken. Even zo leuk. Dit vind ik zo schattig. Oh, zo jammer dat we die oude camera niet bij ons hebben, want dit was echt zo'n perfecte foto geweest daarvoor. Ja, dit kan natuurlijk niet, hè? Eigenlijk? Nee, dit kan niet. Oh, die moet wel goed hangen. Oh, kijk, de man van de marketing. Die kwam even langs. Eigenlijk moeten we hier met z'n drie nog even zitten. Wow, joh, op die schommel. Ja, komt goed. Five. Ja, dan ga ik vragen of we even een foto wil maken. Dat zou... Ja. Ik weet wat wij gaan doen. Ik ga hem niet shotten. Nee. Oh, ja, dat gaan we zeker doen. Ja, dit gaan we echt doen. Oh, sorry, dit... Alsjeblieft, doe het. Alsjeblieft. Wow. Ja, het schiet weer helemaal vol. Hi. We wilden heel even het geluid horen van dat apparaatje. Sorry? Ik zei, we wilden even dat geluidje horen van dat apparaatje hier. Van dat piu. Komt dat goed wel? Oké, fijne dag. Dank je. Dat was echt zo fijn. Geen foto met die maken. Oh ja, tuurlijk. Alles goed? Ja. Wat zijn ze erin? Kom hier vast. Oh, dat is je naam. Oh, mee. Yes, kijk eens aan. Alsjeblieft, hè. Ciao. Kijk eens even, weer iemand blij gemaakt. Hoe fijn was dat geluidje van die winkel? En we hebben nog even een cortadootje om mee te nemen met een hartje. Woe. Vraag je wel eens af, wat doet Thijs allemaal? Dat vind ik fijn. Ja. Alleen Noël. Pas Thijs. Niet alleen Noël vraagt zich dat af. Nee, maar weet je wat het wel zo is? Nee. Je kent niet veel schaamte. Nee, weet je wat het is? Ik zeg je heel eerlijk, dat is geen grap. Mijn schaamte is echt door de vlogs een stuk minder geworden. Ja? Want als je die vlogs gaat terugkijken, dat wij in Bunnings zaten. Daar hadden we volgens mij zo'n kerstspelletje. Iedereen cadeautjes. Dat deed ik af en toe wel zo met shirt. Nee, ik wil niet in beeld. Maar nu, alles staat er online. Dus. Ja. Kan niet veel erger dan dat nu is. En ik denk ook wel heel erg dat het komt omdat mensen gewoon echt heel veel love hebben voor jou. Hé, ik hou van jullie. Echt kijkers, ik hou van jullie. Ik zie jullie reacties. Ik hou van jullie. La! Ik denk dat het ook een beetje komt omdat soms doe jij dingen en dan denk je van dat is niet grappig. En dan krijg je de reacties over en dan denk je, oké, dat is dus grappig. Dat is fijn dat je dat kan doen zonder dat je het door hebt. Ja, dat is wel prettig. Ja. Maar sowieso, alle toeten, boom. Wacht, wil je eens vasthouden? Aha. Oh, huh? Wow, joh, in één keer die toeter gaat, de smijren. Wow, dit is zo ziek. Ik wou net tegen de boys zeggen van, wow, zie die blonde, mooie, knappe dame in die auto. En in één keer jij toetert. Huh, dat was zo vreemd. Wil je vasthouden, schat? Jij keek gewoon naar mij en je liep door. Ik dacht, wat? Ja, ik durfde jou niet aan te kijken. Ik dacht, die meid is veel te knap voor mij. Nou, ik heb het. Ja, dat zei ik. Ik zei, kan je dat wel zeggen? Ik weet niet wat erin. En ik toeterde jij. En toen dacht ik, broer, dat is mijn vriendin. Die man die sprak mij al aan van, ja, je mag hier niet staan. Dus ik zei, ja, ze komen er net aan. Toen zag ik jullie lopen. En toen liepen jullie mij voorbij. Ik keek mij echt zo aan van, heb je tegen mij gelogen?
Dus ik toeter haar en toen kwamen we gelukkig. Oh, wauw. Nou, in ieder geval wat ik nog eventjes wilde zeggen is dat ik het super tof vind. Al jullie reacties van de mensen uit Nederland, ook van de mensen uit Curaçao. Dankjewel voor de liefde. Thanks voor alle tips die jullie ons hebben gegeven. Tips voor plekjes om te lunchen, plekjes om heen te gaan, dingen om te doen. Restaurantjes, echt fantastisch. We hebben echt ontzettend genoten. Nogmaals, wat ik al zei zo net. We hebben nog niet alle plekjes. Ja, soms kom ik niet altijd uit mijn woorden. Nee, dat is ook niet erg, maar, nee, maar jij lacht een fijn geluidje. Dat is toch mooi? Ja, heerlijk. Get on, man. Nee, kan ik niet meer. Bro. Nee, dat kan ik. Dat is zo vreemd. Dat kon ik die avond, maar nu kan ik dat niet meer. Nee, maar jij doet het geluidje alleen. Nee, maar jij trekt dan zo'n raar gezicht. En daarom wil jij niet dat geluid doen als ik jou film. Maar nou, doe film je dan... mij maar. Film mij maar. Je kan dat ook niet doen zonder dat hoofd te trekken. Jawel. Dat is echt mooi. Nee, dat lukt niet. Komt er niet lekker op. Komt er niet lekker uit. Nee, dat kan niet anders. In ieder geval, dankjewel voor alle leuke, lieve reacties op alles wat we hier afgelopen weken hebben meegemaakt. Echt fantastisch. Ik heb genoten. Ik heb echt gelachen om jullie reacties. Los van de bots, hè, van de standaard reacties die dan zeggen van... like this reaction if you're hot and you want a girl, zoiets of zo. Maar in ieder geval, heel erg bedankt voor al jullie reacties en liefde. En it's all love, baby. It's all love. We gaan nu richting de koffers bij Papagayo Resort. Ook shout-out naar Papagayo Resort voor het... prachtig plekje wat we daar hebben gekregen om een week in te verblijven. Was echt, echt gewoon te luxe. Het was gewoon een dikke villa. We kwamen op het begin aan. We dachten van... Is die echt? Dit is wel heel groot voor ons vieren. Maar we hebben echt fantastisch genoten. Het was echt, echt een blessing. Zie ik dit nou goed? Ja. Die is denk ik van de auto gewaaid. Oh ja. Oh, er loopt daar... Met een zwembad. Hij moet ook zelf lachen. Ja, hij moest zelf lachen. Oei, oh, hij loopt er met een groot zwembad. Zo fijn. Hij zag zichzelf al erin zitten en onderweg naar huis. Nu is hij weer aan het zweten. Nu heeft hij nog meer zin om in het zwembad te gaan. Ja, ja, ik ook steeds meer. Oh, fijn. Kan niet meer, schat. Het moet gaan. Naast. Je weet hoe het ging op de heenweg op Schiphol, hè? Ja, dat hadden we nog maar net gehad. Precies. We willen vandaag niet nog een keer, hè? Dat is waar. 10 seconds later. Wat gebeurt hier? Ja. Ik mocht eigenlijk eventjes niet... Doe nog een keer. Nee. Noël. Ik mocht eigenlijk niet... Ik mocht dat eigenlijk niet doen. Het is toch gelukt? Op de billen slaan van Mario omdat ze zo verbrand waren. Maar ik kan me soms moeilijk inhouden. In ieder geval, dat is even iets anders. Maar het is tijd om in het zwembad te springen. Even een bommetje. Even een bommetje. Lekker afsluiten. Wow. Nog één keer in het prachtige zwemmetje. Zo'n shot ook weer. Jezus. Ik moet zeggen, die zon doet wel aardig pijn op mijn huid nu ik zo verbrand ben. Hou je sok aan. Kijk meisje, anders moet je daar een nieuwe sok pakken. Hij spuit op mij met zijn waterpistool. Als jij het zwembad in wil, dan moet je zo doorgaan, maatje. Oh, Noël, oppassen dan. Gast. Jij gaat erin, hè, Noël? Ja, ik zou dat ook doen, maar ik had allemaal irritant. Nee, maar ik heb een nieuw outfitje klaar liggen om aan te doen voor in het vliegtuig, maar dat is niet. Karma. Ja, dat is maar wel. Zou jij wel pesten. Curaçao! Bedankt voor de mooie dagen en tot de volgende keer. Ciao. Woe! Ik ben een beetje nat geworden. Oh, je verlangde ik wel naar, hoor. Ik ga nog even de baantjes trekken. Je begon ook meteen met zwemmen. Zo mooi, zo vet rust. Oh. Lekker man. Oh ja, dat is wel echt fijn. Oh ja? Oh. Zo fijn. Jij kan het nooit normaal. Nee, zo fijn. Nee, maar... Mensen zeggen wel eens tegen mij, jij kan het nooit normaal doen, maar jij kan echt... Nee, maar je moet van het leven gewoon een feest maken, gewoon positive vibes, je weet hoe we rocken. Ik ga nu in één keer het zwembad uit. Ja, is goed. Best lastig. Kijk. Oh, weer nat. Je blijft me nat maken. Okay, let's go. Ja, we gaan. Oké, let's go. Nog één keer eruit en niet er meer in. Ja, kom maar hierheen. Oeh.
Wat de hek? Wie kan dan nou weer? Via dat trappetje. Dat vind je mooi, hè? Ga je er nu wel uit? Ja, ik ga er nu wel uit. Dit moest gewoon nog even gebeuren, dames en heren. Oh, dat is heet, gek! Wow, het eerste stukje was heet. Wat hierin zit, in die pijl. Goddamn. Oh. Shot je wel, hoor. Oei. Oh, het is glad. Nu weet ik hoe het is om te vallen als het glad is. Zullen we nog één keer kijken naar het moment dat Noël schrok? Ja, yeah, let's go. Mooi momentje. Oh, god. Oh, dat komt echt fout af. Hij gleed gewoon uit. Gaat ie? Oh, hey, meteen wakker en schoon. Het is allemaal gefixt, dames en heren. We zijn klaar. We gaan er vandoor. Dankjewel voor deze fantastische week. Heerlijk dat knolpower zo bij het huisje op Curaçao. En als ik het goed heb, heb ik het dus geen één keer fout gezegd. Ik heb alleen maar gezegd op Curaçao. En dat had ik echt zo in mijn hoofd van, het is op een eiland. Het is niet in Curaçao, het is op Curaçao. Oké, we gaan eventjes de koffers bij elkaar proppen. Maar dat moet goed komen. Je auto is hard. Nou, de laatste palmboompjes. Enzo Knol. De eerste koffer is 20 kilo. Hoeveel mag je? Volgens mij 3. Wat heb je dan? Jeroen Koops. Ik vind dat gek om mij te horen zeggen. Jeroen Koops. Miron Koops. De tweede koffer, 16,6 kilo. En waar staan we? Bij Bali, 16. Ik vind het altijd zo mooi hoe zo'n stopcontact zo'n smiley kan zijn. Wij straks in het vliegtuig. Of wij als we geland zijn. Echt zo helemaal kapot, zo van die vlucht. Ja, we hadden het er al eventjes over, want we moeten echt geluk hebben als we een beetje kunnen slapen. Het is namelijk zo, we vliegen straks om 4:30 en we landen morgen om 7:50 in de ochtend. Dus dat zou betekenen dat als wij nu gaan vliegen, dat wij in totaal 9 uur en een kwartier onderweg zijn. Dus een normale nachtrust is ongeveer 7 of 8 uurtjes. Dus als we nu meteen gaan slapen, heb je een nachtrust van 9 uur, maar dat gaat natuurlijk nooit lukken. Dus ik denk dat we gewoon heel weinig nachtrust gaan krijgen en echt maar een paar uurtjes gaan slapen. Maar goed, we zijn wel weer in Nederland. We landen morgen vroeg al echt vroeg. Ook al gaan we dus nu al om 4:30 in de middag hier weg, doordat het 6 uur tijdverschil is. Want de tijd gaat nu dus weer 6 uur vooruit. Dus eigenlijk zouden we dan een soort van 2:30 s'nachts landen, Curaçao-tijd. Maar dan is het dus 7:30, 8 uur Nederlandse tijd. Oké, dames en heren, het is bijna zover. Hierachter staan nog een paar mensen. En dan gaan we zelf ook naar binnen. We hebben alles weer gered. De douane. We moesten schoenen uit bij de douane hier trouwens. En je mocht geen flesjes water mee. Ze hebben hier op Curaçao hebben ze weer een ander systeem, een ander apparaat. Op Schiphol hebben ze het super luxe, want dan mag je gewoon flesjes water alles meenemen. Maar dat hebben we allemaal gered. We hebben alles hier voor elkaar. De boys hebben nog even zo'n nekkussen gekocht. Dus die gaan allebei lekker slapen zo. Ja, wel echt ziek hoor hoe bruin Noël is geworden. Die heeft echt de meeste resultaten geboekt. Hij lag ook het meest in de zon. Ja, elke keer als de zon was ging hij bakken. Sprayen, bakken, sprayen, bakken. Sprayen, bakken, sprayen, bakken. Dus ja, nu zijn jullie ook een beetje duo Panotti. Maar ja, dat hebben we allemaal als we bij Noël in de buurt zijn. Klopt. Ja, nou goed. In ieder geval, je hebt wel een mooi aandenken. Heb je al gezien dat die Curaçao op staat? Ja, sowieso hoor. Dat moeten we doen, hè. En ik kreeg deze er ook nog bij. Hé, hey, ooglapje. En ik slaap. Lekker man. Oh, je hebt een sleutel aangekocht? Ja, die heb ik ook gekocht. Oh, dat is schattig. Mooi, hè? Dat is mooi. Mooi aandenken. We gaan maar eens even vliegen. Ik denk dat ik zelf mag gaan vliegen als ik die bril zo zie. Ik zeg, laat mij maar vliegen. Zijn we er zo? Yes, ready? Ready. Oké, let's go dan. Dat bedoel ik, je kan nooit normaal doen. Dat is gewoon erg.
Moet ik normaal doen? Ik heb wel zin om in naar Nederland te gaan. Nee, maar als jij niet Brabants praat, dan ben je ook geen thuis. Nee, dat is wel zo. Zo, het is gewoon niet normaal hoe groot dat vliegtuig ook is. Hè? Kijk dan, wat een kanon van apparaat. Ongelooflijk. Zoals altijd eigenlijk, als ik een lange vlucht heb, dan ga ik even een stukje voor jullie filmen in het vliegtuig in de toilet. Omdat ik dan even wat harder kan praten en omdat ik dan goed licht heb. Want het is nu in het vliegtuig helemaal donker. Er zijn best wel veel mensen aan het slapen. We moeten nog ongeveer 5 uurtjes. Ik heb zelf nog geen oog dicht gedaan. En ik moet nu voor de eerste keer naar de toilet. Noël en Thijs zijn heerlijk aan het slapen. Super schattig tegen elkaar aan. Marion is net naar de wc geweest. En Marion en ik zijn gewoon een beetje serie aan het kijken. Heel veel Yahtzee spelen. Dat is echt geniaal. Als je met KLM vliegt, dan heb je een Yahtzee spelletje. En dan proberen we altijd die nummer 1 en die nummer 2 te halen. Is gelukt. Marion heeft nummer 1, ik heb nummer 2. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Ik ga even plassen. Ja, dat ga ik doen. En je bent nog steeds verbrand erin zo. En er is best wel wat turbulentie. Al regelmatig. Zoals nu ook. Ik ga wel redelijk heen en weer. Ik blijf vliegen gewoon geen pretje vinden. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Maar het moet om op verschillende plekken te komen van de wereld. Je kan natuurlijk ook met de auto. Er zijn ook heel veel mensen uit Nederland, Marokkaans of Turks, die gewoon serieus met de auto gaan. Wow, respect. Ik had vroeger ook een meisje in de klas, Melek, shout-out naar Melek, die met de auto naar Turkije ging. Super sick. Deze echt heel erg lang over. Ik durf niet eens meer te zeggen hoe lang, maar volgens mij langer dan een week. Niet normaal. In ieder geval, ik ga even lekker plassen en dan laten we hopen dat de vlucht verder voorspoedig is en dat we veilig landen op Nederlands bodem. Passagiers, een heel hartelijk welkom in Amsterdam. Oh, kijk wat een troep, hé, mensen. Jeetje, er wordt een klusje om op te ruimen, hé. Wauw, iedereen is ook kapot, jeetje. Zo, business class, ziet er ook wel sick uit, hoor. Kijk dan. Yeah. Nederlandse bodem! Aseba! Aseba! Wat dat goed? Alles goed? Bon, ja man, met jou? Hey, maatje! Nederlandse bodem! Ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon wel gewoon energie. Ik heb het nu al gehad. Ja, we hebben een zwembroekje, hè? We hebben allemaal een korte broekje bij nog. Nou, ik heb nu nog niet zo koud eigenlijk. Maar ik ben ook helemaal nog niet zo moe. Maar ik weet wel vrij zeker dat dat later vandaag ergens gaat komen. Ik vraag me ook even af, wanneer zou ik de vlog afsluiten? Want het is eigenlijk al een nieuwe dag. Nou, ik denk dat ik dat straks ga doen. Eerst even maar zorgen dat we de grote koffers even gaan halen. Naar achter gegaan. Ik heb ze een klein stukje verderop laten lopen. Wat echt super mooi wordt namelijk. En Thijs die heeft echt geen flauw idee. Maar dat is dat Janneke, de vriendin van Thijs, die staat op het vliegveld te wachten bij de departure. Dus dat wordt echt super gaaf. Ik weet zeker dat Thijs dat helemaal geweldig gaat vinden. Want Thijs die heeft zijn vriendinnetje wel erg gemist. Hij had het er ook een paar keer over. Dus dat wordt een mooi moment zo. Eén ding is dan ook zeker. Hij gaat dit nooit zien aankomen. Nooit niet. Dus ik ben al even met haar aan het appen. Misschien net zo stiekem kijken. Ik zo, oké, nu moet je weg. Nu zijn we bij de bagage. Nou ja, ja, ja. En ik moet nu ook niet te veel filmen, anders heeft hij het door. Die gele van jou, die valt ook altijd wel op, hè? Dat is ook wel echt nice. Van Workum. Van Workum. Ready. Hey, trouwens, het is niet te zien dat je van Curaçao komt.
toerisme zit in me. Wat passeert maar dan? Ja, passeert. Wow. What the fuck? Wisten jullie dit? Waar ben je helemaal naartoe gekomen? Oh, zo fijn dit. Ik had het zo laat. Ja, hoi joh. Dat is leuk. Hoi joh. Hé bro. Dat is mooi, hè? Dat wist ik echt. Daar is hij dan hoor. Alles goed? Ja, lekker met jou. Lekker, beetje moe? Ja, ik heb 2 uur geslapen. Oh, een beetje vroeg. Maar je bent er. Dankjewel man. Heb je vakantie gehad? Ja, zeker. Jij ook een lekker vakantie in mijn huis gehad? Ik heb genoten. Oké, okay, super chill. Shout-out naar Bas dat hij ons weer even ophalen. Zonnetje schijnt. Wordt de hele week de helft van de graden wat het op Curaçao was. Dus 15 graden ongeveer. Ik heb het niet koud. Not bad. Zo, ik heb serieus zojuist in de auto geslapen. En ik heb gewoon langer in de auto geslapen net dan in het vliegtuig. Dat is echt absurd. Maar goed, we gaan nog steeds lekker met korte broekje en alles. We gaan even een soort van afscheid ochtend ontbijtje doen. Hier in Zeist. Yo, maatjes. Yo. Fijne vakantie gehad. Ja. Zijn jullie ook weer geweest? Jullie ook? Ja, we waren ook weer. Oké, het is een beetje een gek einde van mijn vlog zo. Want het is 11:15 overdag. En meestal sluit ik, of eigenlijk altijd, sluit ik de vlog als ik net voordat ik ga slapen, zeg maar. Dus het is een beetje gek. Maar vanwege het vliegen en alles is het sowieso, wordt het even een beetje een gek dagje ook, denk ik. In ieder geval, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. En ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuw vlog om 4 uur. We gaan morgen, oftewel vandaag dan eigenlijk, naar de nieuwe woning toe. Er schijnt aardig wat veranderd te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben super hyped om daarheen te gaan. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Ik check jullie morgen om 4 uur. Thanks voor alle love op de Curaçao vlogs. Was weer fantastisch. Tot de volgende vakantievlogs. Dat wordt weer super dik. Shoutout naar jullie. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.